Hallo, hier Marian Pop, projectmedewerker van Waterschap Noorderzijlvest. Ik sta hier aan de rand van het Paterswildse Meer, bij de Meerschatboerderij. En het is december, het waterschap gaat aan de slag om de waterkwaliteit te verbeteren. De waterkwaliteit gaan wij verbeteren? Hoezo? Is het water zo vies nu? Zo kan je het eigenlijk niet beschrijven. Want in de zomer kun je in het Paterswildse Meer gewoon heerlijk zwemmen. Maar we hebben in Europees verband afgesproken dat we met elkaar willen dat de waterkwaliteit beter is. En daarvoor moeten wij als waterschap de maatregelen uitvoeren waardoor het ook gebeurt. Dat betekent dat je maatregelen uitvoert waardoor een leefomgeving ontstaat voor dieren en planten die je vaak wil zien in het water. En dat gebeurt alleen als het schoon wordt. En wat gaat er hier precies gebeuren bij de stuw van het Meerschatboerderij? Hier komt een bredere stuw en die stuw wordt ook zo gemaakt dat er een mooie vispassage langs komt, zodat ook de vissen daar kunnen passeren en daar draag je dan ook weer bij aan dat betere leefomgeving voor de vissen. En ik neem je ook nog even mee naar de kop van de Veenweg, want daar gebeurt ook nog iets. We staan hier bij de nieuwe vispassage, of eigenlijk de verbinding tussen het Paterswildse Meer en de Pikketopplas. Die wordt straks opnieuw ingericht. Er komt meer water in en er komen flinke flauwe taluuts aan te liggen. En daarom is dat een ideaal gebied voor tal van diersoorten, onder andere de ijsvogel. Als wij 's ochtends zitten te ontbijten, kijken wij over de tuin uit en over de sloot die daarachter ligt. En we spotten daar met regelmaat een ijsvogel. Als jullie nou toch in dit gebied hier aan de gang gaan, het de ijsvogel nog een beetje aantrekkelijker te maken door een ijsvogelwand aan te leggen. En dat gaat nu gebeuren? Ja. Die berg die je daar aan de overzijde ziet, die wordt omgetrokken. Ja. En die wortelkluit die wordt gebruikt als een soort van grondlichaam. En die ijsvogels die maken in die grondlichamen een kleine gang. En aan het einde van de gang een nestholte. En daar gaan zij in broeden. Langs het winterpad en achter de Meerschapsboerderij komt de natuurvriendelijke oever. Wat beter is voor planten, vissen en andere dieren. Het verhoogt de biodiversiteit en dus de kwaliteit van het water. Zo'n oever ziet er in het begin heel kaal uit, maar er zal snel weer van alles gaan groeien. Ik ben reuze benieuwd hoe het eruit komt te zien voorjaar. U ook? Ik neem u graag mee op de volgende vlog. En trouwens, in januari gaan we aan de slag op de Hoornse Dijk. Ik zie u graag dan. Dag!